Een voorbeeld waar ik mee gewerkt heb uit mijn leven is... Ik was een jaar of 4 en ik mocht van mijn ouders een snoepje gaan kopen. Ik kreeg centjes mee. Ik ging naar de snoepwinkel en bleef daar wachten totdat die man kwam. En dat duurde eigenlijk wel een tijdje. En die man komt binnen van de snoepwinkel en die beschuldigt mij dat ik een snoepje gestolen heb. Wat helemaal niet waar was. En dat is mij, ja, dat is mij verschrikkelijk geraakt. En uiteindelijk, was dat gewoon niet waar. En ik geloof niet dat die man zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Dus dat heb ik op een gegeven moment gebruikt. Want ik denk dat op dat moment een stukje van mijn ziel gezegd heeft, in deze wereld wil ik niet meer leven. Voilà.